Goeiedag dames en heren, ik ben Vukana Joep en ik ga jullie laten zien hoe deze bonsai-tafel het hele jaar volhoudt. Hoofdzakelijk hebben we het nu over het winterseizoen. Bonsais die het hele jaar door buiten staan, zoals deze buitenbonsai, kunnen wel wat bescherming gebruiken. Daarvoor hebben wij deze bonsai-tafel uitgevonden, om ze te beschermen tegen stukvriezen in de koude periode. Zou je de planten gewoon in de open buitenlucht zetten op een tafeltje, zodat ze onderbesneeuwd worden, dan heb je kans dat de bladeren en de bomen meer schade vatten door de kou. Door ze onder een afdak te zetten heb je kans dat ze beter de winter doorkomen, aangezien het kleine gemanipuleerde boompjes zijn die eigenlijk vaak in te kleine pot zitten. Daarom is het eigenlijk van noodbelang dat je ze door de winter helpt. Je zou eventueel in de herfstperiode en winterperiode de bonsais kunnen afdekken met een antivriesdoek. Dit helpt de plant beschermen tegen de koude wind en de winter, waardoor die makkelijker de winter doorkomt. Wat je ook zou kunnen doen is de potten en de schalen inpakken in een kratje met turf of strooisel. Ook dit zorgt ervoor dat de pot minder snel stukvries en de wortelhals minder snel beschadigd raakt door de koude periode. Er zijn namelijk twee soorten verschillende bonsai. Je hebt de binnenbonsai en je hebt de buitenbonsai. De buitenbonsai komt oorspronkelijk uit Europa. Die is wat kou gewend. De exotische bonsai, dus de binnenbonsai, houdt wat van meer temperaturen, hogere temperaturen. Dat houdt in eigenlijk dat ze exotisch zijn, dus uit warmere landen vandaan komen en niet te kou gewend zijn. Dit verschil is belangrijk te weten bij bonsai. Deze bonsai-tafel, zoals u ziet, helpt de bonsai beschermen tegen de overtollige kou. Wat je extra zou kunnen doen, wat wij nog niet gedaan hebben, is voor een doel voor volgend jaar, voor de volgende winter, is de voorkanten en open kanten dichtzetten met doek. Doe dit wel met noppenfolie of antivriesdoek, zodat het licht doorlaat. Zou de bonsai te donker komen te staan, dan houdt het in dat hij gaat etioleren. Dat houdt in lichtgebrek en vervormt en uiteindelijk doodgaat door de kou in de groeiperiode. De bonsais willen natuurlijk zo licht mogelijk gehuisvest worden. Dat geldt ook in de winter. Als de buitenbonsai te warm zou komen te staan in de winterperiode, heb je de kans dat er luizen aangetrokken worden tot de bonsai. Aangezien het een vier seizoenen bonsai tafel is het natuurlijk ook de bedoeling geweest om hem te bewerken met bijs. Zo zorg je voor een langere levensduur in een periode van kou. Want anders, als je het hout niet behandelt, dan heb je kans dat het heel snel gaat rotten. En dan is het binnen 2 jaar heb je geen bonsai tafel meer. We hebben het hier behandeld met steigerhout bruin bijts. De plateaus van de bonsai tafel hebben we nog helemaal niks aan gedaan om de eerste werking van het eerste jaar erin te krijgen. Zodat eerst het weer erin zou slaan. Dat houdt in dat er een bepaalde nerf en een bepaalde structuur komt in je hout. En dan gaan we het in het voorjaar of zomer gaan we het met een blanke lak bewerken. Zodat er dikke groeven blijven ontstaan en er een verweerd uiterlijk blijft. Waardoor het een robuust uiterlijk blijft behouden. Een bonsai tafel is natuurlijk helemaal af als hij ingericht is met bonsais, boeddha's en tempels. Deze 15 jaar oude boeddha heb ik pas geleden helemaal omgespoten, dus in deze kleur, omdat hij helemaal oud en verweerd was. Dat is ideaal als het gaat om bonsai tafels, dan kun je bonsai zelf in kleur spuiten. Het is van groot belang de standplaats van de bonsai tafel te weten. Die hebben wij hier op een beschutte plek uit de zon. Want veel bonsais houden niet van volle zon, die verbranden hiervan, met uitzondering van diverse soorten. Zoals dennenbomen en dat soort naaldachtige types, die hebben natuurlijk meer zon nodig. Esdoorns, die hebben natuurlijk wat minder zon nodig, want anders verbranden de bladeren. Deze bonsaitafel vangt ongeveer de halve dag zon, halve dag schaduw. Dat is prima geschikt als het gaat om diverse bonsai. In deze winterperiode snoeien we niet, voeden we niet en geven we geen water. We laten de bomen geheel met rust. Want ze staan eigenlijk in de rustperiode en ze staan stil, dan doen ze niks. De eerste werkzaamheden van deze bonsais is toch wel weer in einde februari, begin maart. Hier zien we bijvoorbeeld het verschil tussen de bladverliezende en de bladhoudende bonsai. Deze bonsaitafel hebben wij gerealiseerd in het jaar 2020 in de middenzomer. Op de maak van deze video is het 2021 en we hebben diverse doelen voor het nieuwe jaar met diverse bonsai onderwerpen. Ook wij gaan het aankleden met boeddha's, tempels en bonsai. Het is natuurlijk raadzaam om de bonsai in de groeiperiode te kopen. Dan kan je zien waar de schade zit en wanneer die goed zijn winterrust hebt gehad. De bonsaitafel is gemaakt van geïmpregneerd hout en pellethout met beugels en schroeven. En natuurlijk ingesmeerd het frame met donkerhout, steigerhout bijts, old brown.
Nu het dat een eerste jaartje staat, zonder dat de plateaus bewerkt zijn met beige of blanke lak, krijgt dat nu natuurlijk door de sneeuw en door deze werking van de natuur, krijgt dat een ruw uiterlijk. Waardoor we de plateaus in het voorjaar of zomer gaan we die lakken met blanke lak. Waardoor je een prachtige nerf en verweerd uiterlijk krijgt in je bonsaitafel. Dit geeft een heel oud en ruw uiterlijk. Want rood en oud-bruin, die twee kleuren, passen heel goed bij bonsaitafels. Om de tafel eigenlijk zo lang mogelijk in leven te houden zonder te veel kringen en plekken, is het verstandig de potten op schotels te zetten. Door de bonsai op schotel te zetten zorg je ervoor dat er minder aarde op de stelling valt, waardoor de stelling minder snel verweert. En die twee combi's passen prima samen met bonsai. Volgens de meeste bonsai kwekers is het verstandig de potten in te pakken in turf, in kratjes of dozen. En zo beschermd en droog weg te zetten, klaar voor de winter. We hebben hier een vierseizoenentafel dat zorgt ervoor dat de bonsai het hele jaar buiten kunnen staan. In de volgende winter gaan we ook deze bonsaitafel upgraden, zodat de bonsai nog beter beschermd staan. We denken hier aan een licht doorlatend materiaal te gebruiken. Mensen zouden vaak denken, waarom zet je de bonsai niet in de plantenkast? Omdat de plantenkast verwarmd is tot plus 5 graden voor de cactussen. Dat is dus niet geschikt voor bonsai. Zou je dit wel doen, dan houdt dat in dat de bonsai in de kast weer gaat groeien. Omdat hij de koude buitentemperaturen is gewend, wordt hij in één keer in plus 5 graden gezet. Dat is voor de bonsai zweten, wat niet goed is voor de gezondheid van de boom. Als je dit zou doen, dan zou de boom een te grote temperatuurverschil meemaken. En waardoor hij gestrest raakt of gaat groeien. En dat is niet goed in deze winterperiode. We zijn nu een paar dagen tot een week verder, nu is het sneeuw geweken en nu zien we het resultaat van het verweerde hout. Als je deze gaat lakken met blanke lak naar het verweren, krijg je een heel ruw uiterlijk. Dat was ook de hele bedoeling van de bonsaitafel. Daarom moesten de planken eerst helemaal besneeuwd worden en weersinvloeden meemaken om het de juiste uiterlijk te krijgen. Omdat wij de bonsaischalen hebben beschermd tegen het stuk vriezen, om het door het droog te zetten onder een afdak, blijft de schotel en pot blijft heel. Dat is natuurlijk van groot belang. Hier zien we dus de pot zonder schotel, die drupt dus gewoon op de stelling. Hier zien we een onderschotel onder de bonsaipot en ook deze pot die heeft ook gaatjes onderin. Dat houdt in dat het water opgevangen wordt in de schotel, waardoor je het schoner houdt en waardoor je hout nieuwer blijft en langer meegaat. De Boeddha heeft het namelijk ook goed overleefd deze winter. Deze Boeddha is namelijk van polyester. Aangezien deze originele bonsaipotten handgemaakt worden, heb ik nu iemand gevonden die ze voor mijzelf persoonlijk wil maken. Natuurlijk gaat hier wel een heel traject in zitten, want het is niet zomaar gefixt van een bonsaipot. Als je dan toch eenmaal zelf van plan bent een bonsaitafel te maken, dan geef ik als gouden tip, let op de grootte van de bonsai, dat die er mooi en goed onder past. We hebben het hier maar heel pietje precies gemeten, zodat ze er goed onder zouden passen. Er hoeft niet ontzettend veel ruimte, maar te krap is ook niet goed. Dit was dan mijn bonsaitafel met bonsai boeddha's en zo in hartje winter in echte Holland, in de Hollandse tuinen. Dank u wel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Voor eventuele vragen of opmerkingen stuurt u gerust een berichtje. Dan zou ik zeggen, adios, amigos. Dit was de bonsaitafel, plantenliefhebbers.